Er zijn beroepen waarvan je het bestaan niet eens vermoedt. Aan mij de taak om zo'n vreemd vak een dag lang uit te proberen. Deze keer... de donutbakker. Oh, lekker. Voor dit baantje, hoe kan het ook anders, ben ik in Amerika. Om precies te zijn in Seattle. Ook al is het erg vroeg in de ochtend, ik heb er zin in, want een lekkere donut gaat er altijd wel in. Good morning. Morning. I'm looking for Claire. That's me. Nice to meet you. Nice to meet you. Come on in. Thanks. Here they are. So you got all kinds of flavors? Uh-huh. Yep, 5 flavors every day. These don't have a hole in them, right? No, not these. But some donuts do. Why? Well, some donuts are a different style. These are yeasted and filled, so the filling would fall out if they had holes in them. But these are donuts. They are donuts, and yes. You are the donut chef. Yes, I am. Claire Gordon is de pastry chef van deze donutwinkel. Bakken doet ze al heel erg lang, want ze is opgegroeid in een echte bakkersfamilie. Ze heeft er al 230.000 gebakken. Ongeveer dan, hè? It's a big shop. Yeah. And this is the kitchen. This is the kitchen. This is the place. This is where all the magic, the donut magic happens. So I'm going to have you help Katie shape first. What should I do? Kind of make a C with your hand, and then... C? Yep. Yeah. Roll it around. Yeah. Like this. Yeah, there you go. Okay. Gather this, it under. Yeah, that's what so I forgot. So try to, yeah. This. It's a little lumpy, but not too bad. Lumpy? Uh-huh. You see how KDs are perfectly round and smooth? Yeah, I give my own texture too then. Yeah, totally. You have to, yeah. It's that Dutch flavor. Yeah, yeah, the Dutch flavor. That's right. So how many donuts do you make a day? Between 400 and 700 on a busy day. Mm-hmm. That's a lot. Yeah. She's a bit quicker than I am. She's a little bit faster. She also uses 2 hands. That gets her in a two hands! Oh, he's going for it. Oh, boy. La la. Oeh. Ik begin de roltechniek al aardig onder de knie te krijgen. Ik zou bijna zeggen, I'm on a roll. So what are we going to do now? I'm going to mix our honey yogurt filling. Which is strained yogurt, or also known as labneh, and honey. Super simple. Yep. You can be really creative with the fillings. You can kind of use your favorite flavors and candies and candies, flavors. Candies as well? Yeah. Yeah. Anything. Puntzak yoghurt met honing. We weten allemaal dat Amerikanen gek zijn op donuts. Maar toch schijnt het dat we de donut te danken hebben aan onszelf. Toen de Nederlandse immigranten in Amerika vestigden, namen zij namelijk hun oliekoeken mee. Het gat werd pas later toegevoegd. En uiteindelijk werd dit de donut zoals we hem nu kennen. Maar weet je, ik ben er nou toch. Waarom ga ik niet mijn eigen Nederlandse donut maken? De Dutch donut. Oké, wat is nou typisch Nederlands en hartstikke lekker? Natuurlijk, drop. Een stroopwafel. Ik weet niet precies hoe, maar ik ga proberen om hier gewoon donuts van te maken. Ik duik de keuken weer in, maar ik sta er niet alleen voor. Zonder dat haar collega het weet, gaat chef Claire me helpen op een afstand via een oortje. Oh, that's too many. Take half of those out. Oh, no eating the candy. Stop! No, not the street waffle yet. Do not put the cookie in the cream yet. You're gonna whip it first. Tell her you're gonna make her one for her birthday in August. You know what? I'm gonna make one for you for your birthday in August. How did you know my birthday was in August? Yeah, I know a lot of things. That's scary. That looks great. Flip all of them over. Yeah, those look great. Superleuk. Oliebollen 2.0. Look at them. Those look pretty great. This is the moment. Can you test it? Yeah. You like it? It's delicious. Mm-hmm. Big fan. No way. Yeah. Going to bring them to the shop? Yeah, let's do it.
is really a proud moment for me. Yeah, they look great. They taste great. So I guess my work is done now. Yeah, I think so. How do you feel about me being a donut baker? I think you could do it. Yeah. Klaas kan alles. Kan ik aan de slag als donut baker? Yes, yeah, sure. Ik kan er zelfs een eigen twist aan geven. Lekker dat je kijkt naar Klaas kan alles. Wil je nog meer beroepen zien? Klik dan even hier. Hier kan je abonneren en daar vind je nog allemaal andere gekke opdrachten. Doorkijken, veel plezier.